gaat om een Bijbels beroep waar jullie toch heel veel moeite mee hebben. Dat leek even van de baan, maar nu zijn er signalen dat er toch een seksinrichting gaat komen langs het Apeldoornse kanaal. Ja. Wat is volgens jullie de laatste stand van zaken hierin? Nou, je gaf terecht aan, het leek even van de baan. In juni bereikte ons bericht dat er een aanzoek of een verzoek was gedaan om inderdaad een seksinrichting te mogen plaatsen in het oude restaurant De Prinsenhoven. Dat is toen uiteindelijk niet gelukt. De reden daarvan weet ik niet precies, maar het feit is dat dat toen niet gelukt is. Toen is er nog even sprake geweest dat een andere partij daarin zou komen, een horecaangelegenheid. Ook dat is niet gelukt en nu bereikt ons het nieuws via de omwonenden. En ook trouwens ook via de ambtelijke dienst, dat er opnieuw een aanvraag is gedaan, een vergunning aanvraagt voor een seksinrichting al daar. En wij begrijpen de zorgen die de omwonenden hebben aangaande die seksinrichting. Dat is wat ons betreft een zorgelijke situatie. Ja, even schetsend gezegd, het is de bedoeling dat op Werelddierendag de beesten losgaan daar. Nou, dat is een datum die 4 oktober die op internet circuleert. Ik weet niet precies of dat waar is. Dat is ook een van de vragen die ik richting het college heb gesteld. Als dat waar is, is dat heel erg snel. Want volgens mij is dat te snel om de hele procedure te kunnen doorlopen. Als het waar is, dan is dat een zorgelijke situatie. Je moet zo snel mogelijk antwoorden van het college op deze kwestie komen. Wat is nou het grootste probleem wat de omwonenden naar voren brengen? Nou ja, dat is toch het gevoel wat je hebt als er een seksinrichting, als je een seksinrichting als buurman hebt. Je weet nooit wat voor activiteiten daaromheen georganiseerd worden. Dat kunnen criminele activiteiten zijn. En, ik begrijp mensenmishandeling. Bijvoorbeeld, ik begrijp zeer zeker die zorgen van de omwonenden. Oké. Okay. Ziet het CDA kans om hier nog een stokje voor te steken? Nou, dat is eigenlijk de reden waarom we die vraag hebben gesteld. Ik wil weten welke procedure er gevolgd gaat worden en welke mogelijkheden er zijn om hier een stokje voor te steken. Dus ik ben daar heel benieuwd naar en het liefst wil ik zo snel mogelijk antwoord. En zou ik eigenlijk ook graag willen dat het college daarmee aan de gang gaat om daar inderdaad een stokje voor te steken. Ik weet niet of het kan, want we hebben natuurlijk ook in Nederland regels die ervoor zorgen dat iedereen die op een plekje wil zitten ook op een plekje kan komen. Dus we moeten dat ook zeer zorgvuldig doen. Maar als er een mogelijkheid is, dan grijp ik die graag aan. Ja. Onder onze vorige burgemeester Fred de Graaf zijn er heel veel seksinrichtingen ook gesloten. Ja. Is het niet zo dat in elke gemeente zoveel percentage of zoveel panden mogen zijn waar die activiteiten plaats kunnen vinden legaal? Dat klopt. En is het nu niet zo dat binnen die ruimte nu ineens deze mogelijkheid zich voordoet en dat er dan misschien weinig tegen te doen is? Dat zou een kloppende redenering kunnen zijn, maar dat zou ik graag willen weten. Het is zo dat in onze algemene plaatselijke verordening een maximum van 6 inrichtingen als deze mogen plaatsen hier in Apeldoorn, in de gemeente Apeldoorn. Die zijn nog lang niet vol, zeg maar. We hebben daar nog ruimte in. En dat is een van de kaders waarin beslist wordt. Dus, maar ik ben heel benieuwd of dat het enige kader is of dat er nog meer mogelijkheden zijn om deze seksinrichting tegen te gaan houden.